Ja, dat is voor mij komt er ook weer bijna weer aan. Valentijnsdag. Natuurlijk heb ik alweer een Valentijn. Maar wat ik heb gekocht, dat zijn... Maar ik kan ook wel weer begrijpen en verwachten. Ja, ik bedoel, hoe kan als ik al... Ik ga voor mensen zo'n... Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sinterpad, zoals iedereen weet. Ik ben net een paar minuutjes al wakker. En lekker met een bak koffie. Laat een slokje in, dan ga ik er echt weer richting werk toe. En ik heb nog 4 minuten en dan ga ik lekker richting werk toe. Dat moet ook weer gebeuren om te werken. Dus ga ik er klaar voor maken. En dan, dan lekker werken. Dus ik heb er zin in. Ik heb dan niet weer uitgeleverd zoals gisteren. Want gisteren ben ik uitgekleed natuurlijk. Ik zit alleen even op de computer dingen. En nu ga ik lekker aanmaken. Maar voordat we dat doen, laten we ook even laten zien of dat nog is. De lucht daar buiten. Kijk hoe mooi dat daar is. Oh, daar. Kijk hoe mooi. Het ziet toch mooi uit daar zo verderop. Is toch mooi? Wat er is nu, ik heb net voor gekeken. Ik ben niet uitgeleid dit keer. Alleen wat er nu wel was, is dat het niet zit. Bagger weer. Ja, ach ja. Maar ja, wat hebben ze? Ik ga nu lekker richting werk, zoals ik al zei. Gelukkig is het nu wel niet zo glad. Dat was wel echt precies voor mijn deur, namelijk dat werk toen uitgeleid heeft. En gelukkig ging het vandaag goed. Dus, ik ga nu lekker richting werk. Mooie lucht worden jullie daar zien. Namelijk tussen de bomen. Ja. Mooie lucht. Ik vind het zo mooi om te zien. Ik weet niet. Maakt gewoon de dag mooi. En daar gaan we ook een leuke dag van maken. In ieder geval nu lekker richting werk. Om lekker te werken. En dan zie je wat voor de rest zo wat gaat gebeuren. In ieder geval hebben we wel lekker niezige weer. Godverdamme. Haal regen. Zo, even lekker strekken hoor. Jezus, Mina. Even lekker gezeten, even deze editen. Want ik ben al een uurtje of 2 uurtjes al thuis. En ik ga even lekker buiten genieten. Kijk hoe buiten is. Ik vind dat altijd zo lekker en rustgevend als ik even naar buiten kijk. Hoe het weer eruit ziet. Of hoe... met de bomen zit. Ik ga kijken af en toe naar de bomen, naar de takken, weet je wel. Kijk gewoon even lekker rond. Het is zomaar heerlijk eigenlijk wat het is eigenlijk. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens doen. Dus je even denkt, weet je, ik ga even naar buiten kijken. Hoe staat het buiten neer? Ja, ik doe het wel eens. Maar ja, wat ik ook wel eens doe, is lekker een bakje koffie zetten. Nou, wel eens. Ik doe wel dat heel vaak. Dus vandaar. En dat ga ik nu ook weer doen. Want ik weet toevallig dat de water leeg is. En wat ik ook zo meteen ga doen is even lekker broodje eten. Maar wat ik ga eten op brood weet ik nog niet. En wat ik ook sowieso ga eten, dat heb ik uit mijn werk gehaald, namelijk. Lekker meloen. Daar heb ik ook wel even trek in namelijk. Dus ga ik ook eten. Daar heb ik wel even trek in. Die ga ik even gewoon even aan. Want die heb ik hier liggen namelijk. Lekker meloen. Dat is ook even lekker. Vooral sap. Ik weet niet wat voor meloen. Galia meloen. Die zijn lekker. Ik vind die ongelooflijk lekker namelijk. Ik weet niet, kijk, die rode vind ik ongelooflijk niet te eten. Vind ik totaal niks. Voor mij is dat juist watermeloen als ik goed heb. De rode. Of niet? Laat even weten in de reactie wat voor meloen het is. Rode. En wat ik ook ga doen is even... wasje draaien en lekker eerst even lekker eten. En ik zie dat ik hier folders heb, maar alleen de klacht, ik krijg die te vaak binnen. Te vaak. En dan denk ik van, hoe kan dat? Eigenlijk hoort hij op maandag trainen en wat ik ook vandaag ga doen, dat ga je ook nog zien, is iets met die emmer, maar dat gaan jullie zo meteen wel zien. Dus, blijf in ieder geval kijken in deze vlog en
van deze weer. Het lijkt voor me ook dat ze mistig is. Maar dat is voor mij niet aangegeven, want ik zit altijd op toon. Kijk, ik had al een keer dat hij aangaf wat voor temperatuur dit is. Zo. Ja, niet zo goed. En dan ik mij even mijn kopje pakken. En dan ga ik lekker van een bakje koffie genieten. Dus, en mijn vraag hier denk ik af, waarom laat je die dicht? Omdat ik de beeld licht, dat er licht gewoon op die beeld schijnt en dan is het niet leuk om te zien. Dus gewoon te veel licht eigenlijk voor mij, vind ik. Ik weet niet, ik ben echt van een type die je van donker houdt eigenlijk. Blijkbaar. Ik ben niet zo van licht. Af en toe wel. Dat is dan meer met te maken met als ik ga schoonmaken, dan wil ik wel licht, want dan wil ik iets te zien. Goed te zien. Maar ik vind gewoon bijvoorbeeld met video's bekijken, YouTube kijken, of YouTube editen, vlogs editen wat ik aan het doen ben. Dan vind ik gewoon even lekker om donker te hebben. Dan heb ik meer zicht erop. En voor mij ben ik iets vergeten. Ja. Oh, wat ben ik weer slim. Er zit geen nieuwe koffiepads in. Dan druk ik gewoon op de knopje. Oh, echt slim van mij. Ja, doe ik even alleen een nieuwe koffiepads in. Want ik stoot net mijn camera op, als jullie dat hoorden. Dus. Dan ga ik nu maar even lekker wachten tot mijn editen programma vlog klaar is. En dan ga ik ook nog even eten. Maar wat ga je zo meteen wel zien? Zo, ik heb een broodje lekker klaargemaakt en een wasje lekker aangezet. En wat heb ik op brood gedaan? Lekker broodje met pindakaas. Oh, wat is dat? Heb ik even lekker trek in. Deze gooi ik bij op. Nou, ik hou voor zekerheid even maar hier. Want misschien heb ik die bestek nog nodig. Dus ik ga lekker even wachten op het programma die ik klaar. Mijn vlog die in de render zit. En dan ga ik nog één ding doen. En nu, wat ik ook nu ga doen, is lekker van een bakje koffie genieten. Die ik een tijdje geleden heb gezet. En ga ik ook lekker van een broodje genieten. Dus laten we even lekker van een broodje pindakaas genieten. Oh, hij zit nog vast. En ik zeg dan echt smakelijk. Ik was trouwens vanmiddag met mijn collega aan het praten. En die liet foto's zien van Derek. Filmpje zien van Derek Kuyt. Dat hij Kuyt over Feyenoord had. Maar oké, okay, daar gaat het even niet om. Maar gaat om hoe hij er nu uitziet. Want zo ziet hij nu eruit. En zo zag hij eruit. Wat een verschil is dat eigenlijk? Wat zou er met aan de hand zijn? Is hij nou, lijkt. De vraag me af, hè? Wat ik nu denk, is dat hij aangekomen is. Of is iets dat hij ingespoten heeft of zo? Klinkt raar, maar wat denken jullie? Laat even weten in de reactie wat jullie erover denken en van vinden. Want hij is anders dan hoe hij vroeger was. Of is het de haar dat te maken heeft? Maar zijn gezicht is ook anders. Dat zie je gewoon. Heel klein beetje dat het al te zien is, maar je ziet het verschil. Pas als je echt de stem hoort, weet je zeker dat Derek Kuyt is. Want het is 100% Derek Kuyt, want ik heb het filmpje gezien namelijk. Mijn collega liet zien terwijl ik aan het werk waren. Eigenlijk mogen we geen telefoon, maar ja. Maar algemeen, ik vind het gewoon rauw. Ik vind het zo zonde, al die voetballers. Ben je zo sportief bezig. En dan kom je gewoon aan, of dat zie je ook gewoon veel. Dat heel veel voetballers gewoon op een moment aankomen. En dan van, waar ligt dat aan? Oké, okay, klein beetje is logisch, dat heb je wel eens. Maar er komt te veel voor eigenlijk, vind ik. Ik kreeg trouwens net een appje ineens van Vincent. Welke kaart hij mist, want ik verzamel natuurlijk allemaal vroeger plaatjes. Ik ook natuurlijk. En ik heb ze nu in een envelop gedaan voor Vincent. En ik hoop dat die komt dan binnenkort naar je toe. Vincent, als je kijkt, zijn onderweg. Of jij hebt ze al, één van de twee. Wat ik ook zit te doen is lekker een filmpje kijken. Een paar minuten geleden al een lekker broodje gegeten. Dat was ongelooflijk, even zo'n lekker broodje. En wat ik ook klaar ga maken is om lekker een avondeten. En dadelijk kan jij het eten geven. Maar ik denk dat hij nu al krijgt, maar dat is niet zo. Nee, Gaia.
Over half uurtje pas. Nee, over half uurtje. En dan is 5 uur. Hé, luister nou eens. Luister nou eens. Hey. Kaya. Nee, hier. Hier. Luister nou eens. Als je half uur even wacht. Ja? Hé. Hey. Of half uur wachten. Dan krijg je eten, ja? Hé. Hey. En niet zo wil doen. Hé, hey, luister naar mij. Echt een deugentje bij jou ook. Hé, boef. Hé. Hey. Boef bij jou ook, hè. Want een boef bij jou ook, hè. Hé, hey, ga eens liggen. Ja. Hé? Hey. Hé. Ja. Je bent een boef. Moet je mee opstaan, ik weet hoe je bent. Maar je krijgt zo meteen het overhoofd weer tegen. Maar voordat, waarom ga ik nu weer laatste. Nu ga ik weer een laatste bakje weer zetten. En ja, waarom? Overal, ja, ik wil proberen om na eigenlijk etenstijd. Ik bedoel na 5 uur bedoel ik te zeggen. Etenstijd, ik bedoel eigenlijk 5 uur. Na 5 uur wil ik eigenlijk niet meer koffie drinken. Wat ik af en toe wel doe. Maar als ik het wel ga doen juist, dan voel ik gewoon dat ik niet kan slapen kan komen. Ik kan wel slapen komen, maar dat duurt nog wel een tijdje, want het lijkt op zo'n domme gevoel wie het is. Nou, en dan in de weekend drink ik sowieso koffie. Denk van, ach weet je, het is weekend, dan kan het. Het maakt niet uit hoe laat ik wakker word of wat dan ook. Dus vandaar. En als het goed is, is er een begeleider er. Ik moet alleen nog zoeken wie er is. Oh ja, ik weet al wie er is. Vanavond. Ik heb een lijstje naar. Hoe kan ik het vergeten? Ik krijg een lijstje binnen. Dat is echt heel handig voor mij. Maar ja, was je over 2 minuten klaar? Die ga ik dadelijk ophangen, want dat zijn handdoeken. Een laatste bakje koffie. Maar zetten. Zo pokken donker, jongens. Laten we maar eens licht aanzetten. En deze kastdeur dicht doen. Wat een prikkel was. Maar wat ik ga doen is. Even bord pakken. Dus ik alleen even de camera even neer. Maar voor de camera neer gaan zetten, doe ik eerst licht aan. Dat is denk ik een handig idee. Want ik ga hem even bord pakken, namelijk. Oh, nee. Zo. Oké, nee, die heb ik. En wat ik ook ga doen is lekker pizza in de oven zetten. En daar heb ik ongelooflijk veel trek in. Deze kan nu wel bij de afwas. Eerst had ik hem apart neergelegd natuurlijk. En nu kan hij wel afgewassen worden namelijk. Dus en dan gaan we even pizza uit de koelkast halen natuurlijk. Dus kijken we maar. Ja, nou die staat daar. Oh, ik heb een doekje, heb ik ook nog joh. Dat is helemaal vergeten, meloen. Zoals ik al had gezegd dat ik die had gehaald namelijk. Wauw. Maar dan gaan we die even in de oven doen. Merk. Maar ik weet niet of het zo is. Als ik deze voorverwarm, is het eigenlijk pizza veel lekkerder dan. Veel knapperiger dan eerst. Dus ik denk dat ik het ga voorwarmen. En tussentijd dat ik ga voorverwarmen. Ga ik pizza op de bord leggen. Dus wacht een beetje. Weet je wat we gaan doen? Gaan we aftellen in 3, 2, 1, boom. Dat is nog klaar. En dan gaan we zorgen dat die klaar is. In 3, 2, 1. Zo. Die is klaar. Ik tel dat ik ga aftellen en dan zijn ze in stukjes. 3, 2, 1, 0. Zo, dan zijn ze in stukjes. Hoppakee. Klaar is Kees. Maar wat ik nu ga doen is, ik knip even in mijn vingers, doe ik, gebeurt er dit. De plank. Ja, en wat ik nu ook ga doen is even saus pakken. Hij ligt hier in de koelkast, goed is. Ja, kijk deze. Is hij nog goed? 9 februari, ja. Prima, die gaan we gebruiken. En dan gaan we nu even lekker eten.
en ik volg het trail. Maar wat het is, voor mij wordt gebeld. Ja, wordt gebeld. Dat voelt nu pas. Denk ik. Nee, ik word niet gebeld. Dan zou ik dat wel gehoord hebben. Wat is het dan? Oh. De wedstrijd tegen Arsenal staat op de punt om te beginnen. Bereid je team voor. Oké, ga ik zo ook doen. Ik weet niet hoe het er met mijn team aan toe staat, maar ik ga het ook zo kijken. Daar ga ik zo meteen ook iets over hebben. Waar ik over heb. Maar dan gaan jullie zo meteen wel horen. En misschien als het lukt, zien. Oh, wat heb ik trouwens net voor het eten ook nog weer leuke dingen besteld. Wat ik heb besteld is dingen van Valentijnsdag. Ja, dat is zo vol. Pijn komt er ook weer bijna weer aan. Valentijnsdag. Natuurlijk heb ik alweer een Valentijn. Maar wat ik heb gekocht, dat zijn... Weet je, dan ga ik nog een verrassing houden. Maar het is in ieder geval, ik ben benieuwd wat Sander gaat van vinden. En ik vind het al ongezettelijk zelf al leuk om daar te kijken. En wat ik net zit te pakken is eigenlijk lekker meloen. Want ik ga lekker Gallia meloen eten. En dan moet ik dat lekker. En de lekkerste is dat sap. Want dat heb ik heb deze al eerder gegeten namelijk. En toen zat er nog een beetje sap erin. En toen heb ik dat sap eruit gehaald. En wat ik eigenlijk ook gelijk wil vragen is aan jullie. Wat vinden jullie van die persconferentie wat er is geweest? En ben benieuwd wat jullie van vinden. Het is nou een beetje een keer. Ik ben benieuwd hoe voelen jullie eigenlijk op dit moment. Zijn jullie het zat? Ik ben in ieder geval wel zo. Maar ik ben benieuwd. Laat jullie mening maar achter wat jullie van vinden. Wat ik wel eigenlijk al merk... algemeen dat ik best wel weinig YouTubers zie uploaden door deze situatie. Dat ik heel veel weinig YouTubers, of lijkt het maar zo, maar lijkt mij dat heel weinig YouTubers nou zijn uploaden of video's online. Want ik denk dat heel veel YouTubers eigenlijk helemaal geen plannen meer hebben over YouTube. Maar nogmaals, laat even weten in een reactie wat jullie hiervan vinden bij deze situatie. Is het nog haalbaar? Wat vinden jullie ervan? Vinden jullie, als we kijken naar cijfers, is het totaal, moet ik even kijken op mijn telefoon, natuurlijk. De scholen gaan wel open. Dat is nu bekendgemaakt. Of de avondklok weggaat, is onduidelijk. Even kijken, wat was er nog meer? Dat de winkels open gaan half. Hoe bedoel ik dan mee half? Dat je welke online kan bestellen. En dan kan je daar afhalen of je bellen. Maakt niet uit hoe. Maar ik ga heel even kijken wat de cijfers zijn. Wil ik even aan jullie laten horen. Nee, die moet ook weg. Even kijken hoor. Ik ben bang dat ik daar ga ik iets tikken. Dat ik daar helemaal wegtik. Ik heb het zo vaak met mijn telefoon. We zitten op. 300. 1800. 8. Zo. Laten we zo zeggen. Er zijn totaal nu 3.188 besmettingen. Nieuwe. Over 7 dagen. Maar ja, dat is apart. We zijn in ieder geval aan het dalen, maar gaat te zacht. En ik hoor ook nu op radio dat ze aan het demonstreren weer zijn. Wat ik al... Ja, dat vind ik wat dan mag gewoon. Maar er zit wel verschil aan tussen demonstreren en relschoppen, zou je zeggen. Ik vind het zo belachelijk van woorden om hoe het daar naartoe gaat. Maar ik kan ook wel weer begrijpen en verwachten. Ja, ik bedoel, hoe kan als ik al... Ik ga voor mensen zo bedenken, hè. Want je gaat bedenken van mensen worden boos. En je hebt mensen die eigenlijk kort lontje hebben. Laten we zo zeggen. Maar alsnog vind ik geen reden. Maar alsnog begrijp ik ze. Maar alsnog vind ik geen reden dat ze dan boos zijn. Dus ja. Laat jullie mijn mening achter wat jullie van vinden. En dan ga ik even lekker een meloentje eten. Zo, die meloen zit erin. Ik ga een beetje hier dingen opruimen.
En dan ga ik ook zo meteen lekker klaarmaken om lekker op een beetje in te gaan. Ik ben alleen in iets aan het kijken. En daarna ga ik lekker op mijn nestje in. Want ik ga ook proberen even op tijd slapen. Ik begin al een beetje in te kakken. En ik wou eigenlijk meteen nog in de soda doen. Maar ik ben zo verrot dat ik dat geen tijd meer voor heb. Wat ik ook nooit doen. Ik wou nog iets doen. Oh ja, kopje wel pakken voor koffie. Nou, ik even bij de afval zetten. Dat vergeet ik ook even op bot. Zo, hè. Die daar. En dan lekker klaarmaken om naar bed in te gaan. Nee, nog een filmpje kijken. En daarna lekker met Benesje in. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou tof zijn als je je mee abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in groene hele vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij la dus. Zo, oh, ben ik hier druk bezig geweest nu net. Want ik ben het leuk geweest zo maken. Want helemaal huis zondag. Pijn ook. Omdat ik weer woensdag best wel, vooral zondag, best wel veel geslapen heb. En